We gaan het nu hebben over veiligheid. En we hebben het over jongeren die op dit verkeerde pad opgaan of dreigen op te gaan. En hoe we dat kunnen voorkomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Jacqueline, jij bent directeur van het Giovanni van Bronckhorst Foundation. Yes. Yes. Ik weet natuurlijk wel wie Giovanni van Bronckhorst is, maar de foundation is me even ontschoten. Ja, nee, ik zit natuurlijk eigenlijk al in de verkeerde stad, hè? Daar begint het al mee. Wij heten iedereen hier welkom, dat zie je maar weer. Nee, de Giovanni van Bronckhorst Foundation zet zich in voor kinderen tussen de 9 en de 12 jaar. En hoe wij het noemen is dat we kinderen aanvoerder maken van hun eigen toekomst. Ja. Dat houdt zoveel in dat ze een droom kunnen formuleren of een doel kunnen formuleren. Dat ze het zelfvertrouwen hebben om dat te bereiken. En ook de basisvaardigheden hebben om dat te kunnen bereiken in de vorm van een stuk onderwijsondersteuning. Zoals lezen, schrijven en rekenen. Ja, want waarvoor hebben deze kinderen in deze leeftijd jullie nodig? Als ik het heel even op Rotterdam plaats, hebben wij een zeer groot percentage kinderen wat laaggeletterd van basis naar middelbaar onderwijs gaat. Ja. Dat is al één probleem. Maar wat wij hebben gezien door de jaren heen is dat het sociaal-emotionele aspect wat daar eigenlijk bij hoort en misschien nog wel veel belangrijker is, dat daar gewoon enorm tekort aan is in de aandacht op school of op verenigingen of bij instanties bekend bij de regionale overheid. En wat gebeurt er dan? Dat zijn kinderen die het verkeerde pad op gaan. Ja, en eigenlijk wil je dat voor zijn? Ja, wij zetten heel erg in op de preventie. En dat is ook de reden dat we voor de leeftijd 9 tot 12 hebben gekozen. Eigenlijk is alles wat we te vroeg doen, voordoen te vroeg. En na 12 is het wat wij aanpakken alweer te laat. Dus dat zijn echt cruciale jaren? Het zijn hele cruciale jaren. Ja. Fatim Zahra, jij coördineert buurtmoeders in Amsterdam-Nieuw-West. Ja. Wat doen jullie? Nou, wat met name de moeders doen. Dit zijn de moeders? Dit zijn, hallo moeders. Ja, hallo. Het zijn twee moeders van een enorme grote groep moeders. En dat zijn vrouwen, moeders uit de buurt die zelf in de wijk wonen, in de buurt wonen. En met name waar ze heel erg zichtbaar zijn geworden, met name door corona. Je zag heel erg dat door de maatregelen de avondklok. Wel rond de avondklok, ja. Rond de avondklok, dat je zag dat jongeren daar heel veel moeite mee hadden. Hè. Ze waren natuurlijk al enorm beperkt op hun vrijheid. En je zegt daardoor dat eigenlijk vooral in een wijk als Nieuw-West, die vaak wordt ook gezien als kwetsbaar. Je ziet, ik hoor u ook al een aantal dingen zeggen. Je ziet toch mensen die vaak laaggeletterd zijn, armoede. Hè, mensen wonen klein, mensen wonen ook vaak krap, grote gezinnen. Hè, dat de toevlucht naar buiten is natuurlijk daardoor ook veel meer aanwezig. Is dat ook misschien wel noodzakelijk eigenlijk? Juist, ja. Is juist heel erg noodzakelijk. Ja. Maar daarbij is ook het risico heel groot. Dat ook met name toen met de avondklok is ook houden aan de regels ook best wel lastig is geweest voor jongeren. En daarbij hebben we eigenlijk een vuist gemaakt met moeders uit de wijk. Dat we ook hebben gezegd, het is heel belangrijk dat we er ook voor zorgen dat deze jongeren daardoor niet nog meer in de problemen gaan komen. Of dat ze in de problemen kunnen komen. Maar we hebben vooral gezegd, het moet ook met een hele zachte hand. Dit zijn moeders en het moet gewoon met heel veel liefde en heel veel aandacht. Niet alle moeders hebben kinderen. Niet al deze moeders hebben ook kinderen die met wie het niet goed gaat, ook met wie het juist heel goed gaat. Maar die zeggen, het is onze wijk, het is onze buurt. Het is heel belangrijk dat we het ook samen veilig en vooral ook heel vreedzaam houden. En dat is wat de moeders enorm voor hebben ingezet. En dat is eigenlijk de rol van deze moeders. En dat is ook groter geworden daardoor. Hebben jullie allebei ook in de coronatijd als buurtmoeder opgetreden? Ja. En hoe ging dat dan? Kunt u dat eens beschrijven? Ja, in coronatijd is het heel erg moeilijk, omdat is alles dicht. De kinderen, school ook is dicht. Wij zijn begonnen van beginnen ook van corona, van lockdown ook, van avondklok. Ja. En die kinderen door die kleine ruimte thuis, ze kunnen niet thuis blijven. Zij moeten echt naar buiten. En ook buiten leert heel veel, meisjes en jongen. En spreekt ook iedereen, jongens en meisjes, en overal. En geeft voor hen ook in kracht. Wat doen jullie hier? Wij snappen hun ook goed. Dat ze ook hun heeft ook kleine ruimte thuis. Ja. Sommige kinderen kunnen niet schaamt naast hun vader blijft. Grote mannen, jong van 17 jaar, 18 jaar, kan niet naast hun vader blijven. Hele dag, hele nacht.
Daarom gaat hij naar buiten ook de lucht hebben. Maar ook buiten heeft veel problemen. Bijvoorbeeld die lachgas, die gebruikt kinderen, meisjes. En wij spreken ook hun voor dit is niet goed voor jullie gezondheid, voor dat. En wij hebben ook gezien problemen of groot probleem dat wij kunnen ook niet oplossen. Wij contact nemen met de politie of iemand die komt die problemen oplossen. Maar hun luistert goed naar ons. Ja? En geeft voor ons ook heel groot respect. Ja. Dus ik ga ook uitleggen voor hun, kijk, die drugs of lachgas is niet goed voor jullie gezondheid, voor jullie toekomst. Heel veel kinderen gaan naar ons luisteren. Ja. En geeft ook actie en zegt sorry. En af en toe gaat die lachgas gooien. En daarna blijft ook sterker. Ja. Dat is ook, die punt is heel belangrijk voor die kinderen. Hoe luister jij naar Jacqueline? Ja, heel herkenbaar. En als ik een compliment mag maken naar jullie, echt prachtig initiatief. Ja. En ik weet ook zeker dat dat werkt. En dat zien wij in Rotterdam ook. We proberen echt vanuit ons projectlocatie zoveel mogelijk mensen uit de wijk aan ons te verbinden, naar binnen te halen, om aan de andere kant weer te zorgen dat als die kinderen weer buiten lopen, dat ze steeds dat punt van herkenning hebben. En dat ze denken, oh ja, wacht even, daar loopt. Oh, die meneer deed taekwondo-lessen. Oh, en die mevrouw heeft met mij gebakken. Dat was gezellig. En ja, steeds dat ze maar terug blijven komen naar dat punt van die lessen die wij ze mee proberen te. Speelde dat ook bijvoorbeeld? We hebben hier dan specifiek ook over de avondklok. Speelde dat in Rotterdam ook? De problematiek die wij benaderen was ook al pre-corona. Maar corona heeft daar wel even een duit bovenop gedaan. Ja, ja. Dat is natuurlijk erger geworden. Waar zit nou de kern van dit probleem? Ja, ik denk er zijn veel factoren. Het is niet één factor. En het zijn ook niet problemen die in één dag zijn ontstaan. Hè? Ik zie ook dat de problemen heel erg mee te maken hebben met het feit ook dat heel veel kinderen ook opgroeien in armoede. Ja. Hè? Je ziet daardoor ook dat de kansenongelijkheid enorm groot is. Dus daar zit al enorm de grootste kern van het probleem. En ik zeg altijd, het is ook een dorp in een stad. Hè? Nieuw-West is al even groot als Amersfoort. Het is een ontzettend groot gebied. Maar toch ook weer afgesloten voor de rest van de stad. Hè? En kinderen die in dit soort wijken of hier opgroeien. Ik zeg altijd, het is een enorm kapitaal wat in die wijken opgroeit. Het is zo belangrijk om daar met een hele andere bril te kijken dan alleen vanuit die kwetsbaarheid. En dat is wat we ook doen. Dat zie je ook wat die moeders ook doen. Hè? Benaderen je niet juist vanuit het probleem, ja, maar juist vanuit die kracht. Hè? Van als je dat nou doet, dat is niet goed voor je. Hè? Je moet je opleiding gaan volgen. Wat als je dan niet aan de avondklok bijvoorbeeld in dit geval niet houdt. He, dat kan je toch een streepje achter je naam krijgen bij de politie. Dat wil je toch niet, ja. En dan merk je toch dat dat echt aankomt. En ik zeg altijd, het is vooral echt met heel veel liefde dat deze moeders dat doen. En ik denk dat, ja, dat gewoon een enorm effect heeft gecreëerd. Maar ook de wederkerigheid naar deze moeders toe. Het zijn ook moeders van de kinderen. Het zijn moeders in deze wijk. En je ziet, wat jij zegt, ze herkennen hun. He, van, oh, ik zie ze aankomen lopen. He, het is toch wel de moeder, de buurvrouw, de zus van, die kent die. Dus dan zie je ook wel dat het respect daardoor ook wel veel groter is, waardoor ze ook veel voorzichtiger worden. Als je zegt van niet alleen maar denken vanuit, hoe zei je het nou, vanuit de kwetsbaarheid, is dat ook dan een irritatie die wel bestaat? Ja, zeker. Met name, kijk, jongeren, ik zeg altijd, we hebben te maken ook met pubers. Hè? Het zijn gewoon pubers en elke puber waar je ook woont, die doet wel eens stout en die doet wel eens ook vervelend. Maar heel veel pubers, die voelen zich ook vaak altijd daardoor ook wel vaker meer, dat ze toch wel voelen van, het is toch altijd vanuit die negativiteit. En ik denk dat het heel erg. Het is toch al vanuit de negativiteit, dus waarom zou ik nog mijn best doen? Dus waarom zou ik nog mijn best moeten doen? Terwijl als je kijkt van, maar er zit enorm veel potentie in jou, of ik zie een bepaald talent in jou, of je kan geen stageplek bieden, je kan geen plaatsje vinden. Hè, dat is ook iets wat deze moeders, zij zien wat anderen niet zien. En daarbij zie je ook dat daardoor bij deze kinderen enorm vanuit het negatieve het positieve ontstaat. Van iemand benadert mij en iemand ziet mij en die wil voor mij het beste. Als jullie zien wat anderen niet zien, wat doe je daar dan mee? Als wij zien iets anders wat erg is, kunnen wij gewoon contact nemen met Fatim Zahra. Of kunnen wij ook contact nemen met de politie als iets erg is in de buurt. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat ik kan me ook voorstellen dat als zij het idee hebben van, nou, die moeders stappen meteen naar de politie, dan. Nee, politie is alleen die jongens vechten.
Ja. Dus alleen in de vechten of in de grote ruzie. Maar voor die andere problemen, hun allemaal respecteert ons. Ja. Oké, neemt hun een naam, een woord. Oké, Galto. Oké, Galto, dit betekent tand. Tand. Ja, dat betekent. Oké, hun gaat naar ons luisteren. We noteert ook wij hun probleem. Waarom doet ze dat? Kijk, de meeste problemen, wat zegt Fatima Zahra, is door armoede. Ja. En door kleine ruimte thuis. Kijk, in Amsterdam, kleine ruimte. En hun kan het niet, blijft in die kleine ruimte de hele dag. Plus armoede, plus heel veel. En daarom, kinderen gaan naar buiten. En ook eens naar buiten. Daarom, wij luisteren naar hun. Wij komen ook met hun contact, communiceren. Wat is jullie probleem? Wat is aan de hand? Hoe kan wij gaan jullie helpen? Heel veel mensen zeggen, ja, heel veel jongens zeggen, ja, wij willen activiteiten, plek van sporten, plek van... En ook komt ook toch naar armoeders. Geen financiële problemen, geen budget voor die sokken die, die mensen gaan naar daar naartoe. Dat is ook een probleem. Daarom wij contact met hun, met liefde. En wij lopen heel avond, niet heel avond, vanaf, vanaf 5 uur tot 11 uur 's nachts. De moeder echt actief, dat gaat lopen. Communicatie met jongens, communicatie met meisjes. En wij komt echt, komt goed. Je hebt er druk mee. Ja, wij zijn ook bij zomaar. Het is misschien nog wel even goed om te zeggen, deze moeders doen dit allemaal vrijwillig. Vanuit ja, dat zit ik ook met te denken. Ja. Vanuit hun intrinsieke motivatie. Hè. Het is echt zoals een van de moeders wel in het begin zei, dit doet gewoon pijn in mijn hart als ik dit zie. Dit wil ik niet. Hè? En dat is wat heel erg de drijfveer is achter deze moeders. En dat zijn ook de gesprekken die ze met de jongeren ook voeren. Waardoor het een hele andere benadering is. Het is een hele andere invalshoek. En van daaruit moet je gaan bouwen. En ik denk dat dat het heel belangrijk is om daarop voor te bouwen. Want dan gaan we ook, dan nemen we ook een andere koers dan ook de koers die de jongeren vaak ook nemen. Hè? Want laten we heel duidelijk zijn, want ik vind dat echt belangrijk om ook wel gezegd te hebben. In Nieuw-West, meer dan 60% van de jongeren is HBO-WO geschoold. Hè? Dus grotendeels heeft een enorm mooi toekomstperspectief. En gaat ook voor zijn doel. En wil ook. En er zit zoveel kapitaal. Maar het is daardoor zo belangrijk om vanuit dat perspectief de andere deel die dat nog niet heeft mee te nemen. En de moeders, de vrouwen. Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw. Nou, dat blijkt wel. Hè, dit zijn moeders. Ze zijn het motor van het gezin. Ja. Zij houden de boel draaiende. Ja, ja, allemaal prachtvrouwen hier. Jacqueline, ik heb het idee van, ja, jullie denken er allemaal precies hetzelfde over. Klopt dat? Ja, nou ja, kijk, en de problematiek die geschetst wordt. Ja. Want ik denk dat we ergens ook een keer een linkje moeten maken naar iets van gemeente. Zeker. Goed gezegd. Ja. Daar schort het een beetje aan. Ja. Nee, heel veel van de problematiek die dit soort kinderen ervaren komt inderdaad voort uit armoede. Hè. Ja. Dat is uit alle wetenschappelijke onderzoeken komt dat naar voren. Dus dat is een probleem wat zeer zeker op de agenda moet staan. Nou geloof ik dat dat bij iedere gemeente wel ergens op de agenda staat. Alleen hoe hoog? Dat. En wat hier gebeurt, wat deze twee moeders doen, wat wij met onze foundation proberen te doen, gaat echt wel even over maatwerk. En wij hebben een systeem gehanteerd waarbij iemand die iets verkeerd doet, die wordt gestraft. En wij benaderen het juist van nee, we pakken je op en we geven je liefde. Je doet ertoe. Kom maar. Ja, klopt. En wij geloven persoonlijk meer in zo'n aanpak dan jongeren en in ons geval echt kinderen af te straffen op het moment dat ze een verkeerde keuze maken. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een keer een verkeerde keuze gemaakt. Er is natuurlijk een grens aan. Als het te verkeerd is, moet je natuurlijk wel straffen. Absoluut. Ja. Daar moet ergens een straf aan zitten. Maar ik vraag me wel eens af of jongeren echt wel weten wat de consequentie is van hun daden. Ja. Ik ga even naar het jongerenpanel. Ja, ik vind het echt een heel mooi initiatief. Dat vind ik echt heel mooi om te horen ook. Dat dit natuurlijk zeker in Nieuw-West ook wordt gedaan. Ik ken Nieuw-West ook. Maar ik vroeg me af, er is natuurlijk een handhavingstekort in heel veel gemeentes. Ik kan me ook wel voorstellen dat het gemeente dit een heel mooi initiatief vindt. Maar ook wel op een andere manier er tegenaan kan kijken. De politie, de BOA's. Hoe is jullie relatie daarin? En worden jullie echt ondersteund door de gemeente? En als jullie dan echt een jongere naar de politie sturen of er is wat aan de hand, wordt er dan ook integraal gekeken, ook met armoede? Ja, Jacqueline. Was het de vraag voor mij? Voor de buurtmoeders, ja. Denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou, misschien even goed om het beeld te schetsen. Hè, van hoe deze moeders zijn vooral echt vanuit de onafhankelijke politie. Ja. Hè, vanuit een onafhankelijke positie. Ja. Hè, dus vooral ja. Eigen politie. Ja. Waar is die badge? Maar echt vanuit die onafhankelijkheid. Hè. Dus ze zijn geen verlengstuk van de politie of van de BOA of van wie dan ook. Want die hebben hun werk en die hebben een taak. Dit is vooral heel preventief. Hè. Op het moment dat je ziet bijvoorbeeld signalen of je ziet wel dingen. Want het gaat ook om de veiligheid. Ook
van deze moeders. Hè? Want zij wonen in de wijk en wonen in de buurt. En zij moeten zich ook veilig voelen. En jongeren moeten hun ook vooral niet zien als het feit dat zij, hè, laten we het even zo zeggen, zoals ze zeggen, hè, dat zij gaan snitchen naar de politie. Dat is ook helemaal niet het beeld. Je ziet ze ook op de foto. Hè? Ze dragen van die felroze hesjes. Ze hebben een visitekaartje op de voorkant en daar staat moeder. Want ze zijn de moeder van iedereen. Ja. En ze spreken de jongeren aan ook vanuit hun rol gewoon als moeder. En je ziet al daarmee door dat eerste contact. Hè, want je hoort, we zeggen altijd heel vaak, de eerste indruk is altijd het belangrijkste. En die indruk die maken ze op ze. Maar waar wel signalen worden gezien van, hey, van onveiligheid. Maar er zijn ook andere signalen dan alleen maar jongeren. Wat we vooral ook heel veel zien zijn daklozen bijvoorbeeld. Hè, je ziet, ze zien meer dan hoe een ander ernaar kijkt. Want zij kijken ernaar als buurtbewoners, als hun wijk. En wat ik echt wel kan zeggen, je ziet, ze zijn juist een aanvulling. En je ziet ook de politie, de BOA's, de handhavers. Die hebben ook gezien wat deze moeders teweeg hebben gebracht. Hè. Je ziet ook Amsterdam. We zijn wel een van de steden die ervoor heeft kunnen zorgen dat het juist niet uit de hand heeft gelopen, zoals in andere steden. Dus het is alleen maar een aanvulling op elkaar. En hoe er ook met elkaar wordt gewerkt. Nou, ik ook als initiatiefnemer van deze hele gedachte, samen met deze moeders, waar wij ook signalen hebben of waar we ons zorgen ook over maken, dat wordt ook overgebracht naar degene die daar iets mee kan. Maar Jacqueline, jij wilde toch al wat meer ook over de gemeente hebben. Wat heb jij nodig van de gemeente of wat ontbreekt eraan? Nou ja, ik denk, hè, als je het hele stuk beetpakt, hè, waarin we dus inderdaad ook dat stuk armoede beetpakken en al die problematiek die daaromheen ligt, is dat op het moment dat een gezin in een situatie komt waardoor armoede ontstaat, zie je een neerwaartse spiraal. En dat heeft gewoon effect ook op die kinderen. Ja. En er zijn prachtige initiatieven, zoals hier aan tafel, maar er zijn er zeker in Rotterdam en Amsterdam talloze. Het zou zo goed zijn als wij met al die informele initiatieven, want zo worden we genoemd bij de gemeente, we zijn allemaal informeel, maar een soort sociaal vangnet zouden creëren, al in een vroeg stadium, waarbij we kinderen door kunnen geven. En steeds iets voor een bepaalde leeftijdscategorie kunnen creëren, dat ze altijd een veilige plek hebben om naar terug te gaan. En ik denk dat het daar heel erg aan schort. Maar dat zouden jullie dan zelf moeten organiseren eigenlijk? Het zou wenselijker zijn dat dat vanuit de lokale overheid in kaart wordt gebracht. Ja. En dat er een soort kaart is voor mensen dat ze zien, oh, ik kan nu daar terecht. Want kijk, het is natuurlijk prachtig en heel goed wat jullie allemaal doen. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat de gemeente misschien ook wel denkt, nou, lekker makkelijk dat zij dat allemaal oplossen. Nee, ik denk niet dat ze direct denken, lekker makkelijk. Maar het is gewoon heel ingewikkeld. En ja. Ik denk dat een stuk kennisdeling daarin ook heel veel meerwaarde zou hebben. Weet je, ga met die moeders in gesprek. Kom met onze kinderen praten. Ga luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Waar ligt dan dat probleem? Ja. En ga daar je aanpak op schrijven. Maar eigenlijk zeg jij, dat begint gewoon echt zodra er misschien wel iemand werkloos raakt, waardoor er armoede ontstaat, zoiets. Probeer dan meteen al iets. Ja, want die mensen zijn meteen in beeld. Ja. Dus dat lijkt me een prima moment. En jullie eigenlijk allemaal weten dan al, jullie weten dat dan al van zo'n gezin? Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, hè, dit is een goed voorportaal. Hè, voordat het überhaupt al uit de hand loopt. En ik denk wat ik nu wel zie ontstaan, men ziet nu dat dit werkt. Hè, dus het is nu serieus om er daar met elkaar goed naar te kijken van, hè, hoe kan je dit ook borgen? Hoe zorg je er ook voor dat je dit echt beter kunt faciliteren? Hoe je dat echt kunt ondersteunen? Hoe je dat kunt versterken? En je ziet ook de positie van de vrouw. He, je ziet ook de positie als je het hebt over emancipatie, als je het nu hebt over beweging. Ik denk dat één ding in Amsterdam vorig jaar echt wel goed naar voren is gekomen. De moeders, die zijn er en ze kunnen ook wat. Als een jongen ergens bang voor is, is het voor zijn moeder. Precies. En als hij ergens respect voor heeft, ja, dan is het zijn moeder. Ja. Nou, zullen er ook mensen zijn die dit aanhoren en denken, wat een soft gelul. Ja. Wat zeg je daar dan tegen? Nou, dus, het eerste wat ik altijd tegen zeg, kom een keer kijken. Kom kijken en kom luisteren en kom meepraten en oordeel dan. Omdat het vaak het geval is dat mensen daar vaak al een oordeel over hebben, zonder überhaupt te weten van hoe gaat het eigenlijk in zijn werking. En die mensen nodig ik heel erg graag uit. Dat hebben we ook vaker gedaan. En er is niemand die weg is gegaan die heeft gezegd, dit is nog soft. Maar juist als ze zeggen, jeetje, wat een lef.
Wat heb jij van gemeentes nodig? Van de gemeente? Nou, wat ik vooral van gemeentes nodig heb en wat moet ik ook heel eerlijk zeggen ook echt wel krijgen en hier ook echt in gesupport worden, is echt de ruimte om dit echt te gaan ontwikkelen, om dit echt verder te brengen. Want wat je ziet, het is ook wat er ontstaat, is een olievlek. He, er staan heel veel moeders op die zelf ook uit deze positie komen. Of ook kinderen hebben die zeggen van, hey, het is heel belangrijk dat ik ook als moeder aanwezig ben, zichtbaar ben. Dat ik ook het voorbeeld ben voor mijn kinderen. Om juist ook het goede voorbeeld te zijn. Dus er ontstaat nu een beweging. En wat heel belangrijk is, is samen met de gemeente om dat ook te ondersteunen. Vooral ook te faciliteren. Maar vervolgens ook, kijk, ik zeg altijd, we hebben een systeem gebouwd. Maar het systeem werkt niet meer zoals het zou moeten werken. Want de samenstelling van de stad is ook veranderd. Een stad als Amsterdam met meer dan 180 nationaliteiten, dat vraagt ook om een heel andere kijk. En dit is een manier waarbij we naast het systeem bouwen, maar wat heel goed kan aansluiten. Dat je vervolgens ook, hè, waar deze moeders, deze jongeren ook aanspreken, en vervolgens ook de hulpvraag veel beter inzichtelijk kunnen krijgen en ook uiteindelijk ook terecht krijgen waar die terecht moet komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om vooral daar heel erg op te investeren. Want dan kunnen we het systeem wat we hebben gebouwd waar dan, beter waar dan gebruiken. Precies? Sorry? Waar dan precies te investeren? Nou ja, ik denk heel erg te investeren dus in dit kapitaal. Hè? Dus hoe deze moeders dit soort initiatieven, het bereik wat ze hebben, naar boven kunnen halen. Wat vaak heel onzichtbaar is voor heel veel mensen. Het is vaak, wat je ook ziet, deze moeders halen naar boven wat er onder de radar eigenlijk gebeurt. Maar heb je dan het gevoel dat er toch een heel groep mensen, groep jongeren is die inderdaad onder de radar blijft voor een groot deel van de bevolking? Ja, maar ik denk dat ook nog steeds te wijten is aan dat stukje maatwerk. Jij zegt het goed, dat systeem, dat is ooit neergezet. Alleen, we constateren volgens mij allemaal dat het niet meer werkt. Dus ga dan ook bij die groep je input halen en ga dat tegen je systeem aanleggen en kijk hoe je kan zorgen dat het beter past. Ja. Spreek je wel, ik neem aan dat je wel spreekt met mensen van de gemeente. En wat zeggen die dan? Nee, die erkennen echt wel dat probleem. Alleen, het is ook heel groots en heel log. En daar zitten nog tal van andere zaken bij die ze moeten rijmen. En het ene budget moet afgestemd met dat. Hè, maar het is natuurlijk wenselijker dat ook al die afdelingen intern wat meer gaan samenwerken. En gaan zeggen, goh, is het nou niet handig dat die wethouder van onderwijs en die van armoede en die van huisvesting, dat die wat meer gaan samenwerken? Ja, klinkt logisch. Magische woord, hè, samenwerken. Ja, integraal, samenwerken. Ja. Nou ja, het is fijn dat wel, dat zijn wel goede magische woorden. Maar stuit je daar dan wel eens op een muur? Vrij constant. Kijk, de wens is er altijd. Ik bedoel, met iedereen die ik spreek, ze zegt, ja, nee, en dat gaan we doen en dat moeten we doen. Alleen in de praktijk zien we dat het niet gebeurt. Ja. En dat is wel frustrerend. Omdat de realiteit moet passen in het systeem dat eigenlijk niet meer werkt. Ja, dat is waar we tegenaan lopen. En dat is zonde. Dat is heel zonde. Maar dat is ook gewoon echt zonde voor levens eigenlijk van mensen. Nou ja, weet je, ik bedoel, als je kijkt naar de kansongelijkheid in Nederland, die is nog nooit zo groot geweest. Ja. En tegenwoordig begint die al in de baarmoeder. Dus je hebt nog geen daglicht gezien. En daar begint je achterstand al. Dat is natuurlijk best wel heftig, als je erover nadenkt. Dat is zeker heftig. Jongerenpanel, misschien kunnen jullie even nog wat licht en lucht in de zaak brengen. Nou ja, misschien is het ook wel niet helemaal mogelijk, had ik te denken, voor een gemeente om het op deze manier aan te pakken. Juist ook omdat de aanpak zo ontzettend anders is en de betrokkenheid juist ook van de moeders zoveel hoger is. En ik vroeg me af hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, ik denk niet onmogelijk. Hè. Kijk, we hebben het natuurlijk over, als we het hebben over gemeente, als ik het even richt even op Amsterdam, we hebben het natuurlijk over een heel ambtelijk apparaat. Hè. Daar zitten allemaal mensen achter. En de ene ambtenaar is niet de andere ambtenaar. Hè. Dus ik denk, daar zit ook wel, denk ik, het verschil. Ik denk,
Kijk, wat je wil ook, je wil vaak soms wat sneller. Omdat de tijd ook vraagt, hè, vaak ook de problematiek, die kan niet wachten totdat we het systeem op orde hebben. Want we hebben het over levens van kinderen. Hè, we hebben het over toekomstperspectief. En dat vraagt ook vaak direct handelen. Hè, en dan loop je wel vaak aan tegen het feit van hoe kunnen we dit versnellen. En ik denk dat daar wel heel, dat het heel belangrijk is om daar echt goed met elkaar naar te kijken. Jacqueline zegt het al, hè, ik denk dat het heel belangrijk is om heel integraal te werken. Omdat het één raakt ook het ander. Je hebt het over armoede. Ja. Je hebt het ook over huiselijk geweld. Hè? Je hebt het ook vaak over de sociaal-economische positie van deze ouders. Hè? Je wil niet dat die problemen van generatie op generatie gaan. Dus hoe zorg je ervoor dat je dat patroon gaat doorbreken? En ik denk, dat is al voldoende om te zeggen, we gaan het anders doen. Nou, je zou dus kunnen zeggen, als we het over gemeenteraad en gemeenteraadsverkiezingen hebben, dat een partij die echt armoedebestrijding heel hoog in het vaandel heeft staan, neem ik aan bij jullie eerder op de stem kan rekenen. Ja, zeker. Vooral daar begint het toch eigenlijk dan? Ja, daar begint het zeker. Daar begint ook absoluut ook het begin om het probleem echt aan te pakken. Want ik denk echt het probleem van armoede en als je kijkt ook de laaggeletterdheid, daar begint het al. En dat moet je gewoon heel goed aanpakken om vervolgens de problemen die daarna komen, dat je die kunt tackelen. Ben je het mee eens? Ja, ik geloof dat wij het alleen maar roerend eens zijn. Ja, maar dat is helemaal niet erg. Het is niet per se zo'n bijeenkomst waar iedereen het oneens moet zijn. Maar daar worden mensen soms een beetje ongemak van. Maar ik kan dat prima hebben, hoor. Nou, fijn. Ja. Nee, ja, roerend eens. En weet je, laten wij als informele organisaties vooral die stem blijven houden. En ook wij vrouwen, wij allemaal. Het is gewoon belangrijk, weet je. En we moeten dat geluid laten blijven horen, ook op die stadhuizen, maar ook landelijk. Weet je, er moet oog voor blijven. En niet denken dat als we straks weer de verkiezingen hebben gehad en weer allemaal hebben geroepen hoe vreselijk we het allemaal gaan oplossen, dat we de volgende dag weer met iets anders gaan beginnen. Maar op die stadhuizen, daar werken ambtenaren die misschien al decennia volgens dezelfde systemen werken. En het is niet zo eenvoudig om dat hele systeem om te gooien. Dus je moet daar toch in een mal gedrukt worden. Nee, maar het is misschien niet eenvoudig, maar het is niet onmogelijk. Het moet gewoon lukken. Maar je moet ook iemand hebben die dat wil beetpakken. Geen woorden, maar daden. Dat is een beetje waar wij voor staan. Ja. Nog iets toe te voegen? Ja, weet je, ik denk dat ik al genoeg heb gezegd. Nou ja, ik wil eigenlijk even vragen, hebben jullie wel een zeker optimisme? Absoluut. Zeker, ja, zeker. Ik bedoel, wij als echte. Kijk, ik van mezelf, ik ben geboren getogen Amsterdamse en ik geloof gewoon in de kracht van deze stad. En kijk, wat je ziet bij deze moeders. Maar het kan dus als Rotterdammer ook, hè? Absoluut, zeker. Ja. Maar, maar wat je ziet vooral, kijk wat deze moeder. Kijk, zoals de uitspraak: it takes a village to raise a child. En dat is precies wat hier gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is om daarop voor te bouwen. Dat is ook wat we doen. We geven ook niet op, want we zien wat het gewoon oplevert. En dat is dat je ziet dat de kinderen, de toekomst waar het om gaat, onze toekomst, de toekomst straks, deze Amsterdammers, die zijn het waard om voor te vechten. Ja. Ja, ik sluit me erbij aan. Ik heb het dan alleen over die 40.000 Rotterdamse kinderen. Maar ik denk dat we het over landelijk moeten hebben. Hè, want het is niet alleen Amsterdam en Rotterdam waar dit soort problemen spelen. Dit heb je ook in Den Haag en Utrecht en Groningen. Maar al die kinderen zijn belangrijk, weet je. En ik denk dat wij in een land leven waarbij het niet zo mag zijn dat het ene kind minder kansen krijgt dan het andere kind. En ik denk dat dat een mooi streven is waar we ons allemaal hard voor moeten maken. Ja, zeker. Nou, ik ben heel blij dat we deze hele absurd lange sessie met jullie hebben gaan nu afsluiten. Omdat jullie toch echt een hoopgevend en menselijk verhaal aan het einde brengen. En ik zeg maar meer macht aan de moeders. Hartelijk dank. Dankjewel. Een van jullie toevallig moeder? Nee, nou ja. Vaders. Waar passen vaders in het plaatje? Nou, ik stel graag de twee heren naast me aan u voor. Dit is Jaap Steenkamer en Erik Teunissen. Niet alleen Amsterdam, niet alleen Rotterdam, maar ook Almere kampt met dit soort problemen. Almere groeit en groeit en groeit. En krijgt dus ook steeds in grotere mate te maken met echt grootstedelijke problematiek. Zoals veiligheid. We gaan in gesprek over de stelling: de verantwoordelijkheid voor een veilige buurt zou veel meer bij de buurtbewoners zelf moeten liggen.
Nou, we hebben inspirerende voorbeelden gehoord, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb het gevoel dat jullie elkaar wel kennen en dat jullie qua partij ook wel dicht bij elkaar liggen. Maar met de kiezer in het achterhoofd wil ik graag ook dat we mooi in debat kunnen gaan. Erik, voor de mensen die hier 8 uur netjes zitten te luisteren, die weten de spelregels al. Maar we gaan dus eerst 30 seconden openen met jou, dan 30 seconden reageren. Dan vervolgt een open debat. En we hebben in totaal 5 minuten de tijd. Komt er een timer in beeld? Yep. En je bent al begonnen, Erik. Oh ja, dankjewel. Ik ben heel blij, toen ik de stelling zag, was ik er heel blij mee. Want in Almere heeft 22 buurtpreventieteams. En wij hebben ze er allemaal in de afgelopen 6 jaar allemaal 1 of meer keren bezocht. En een van de dingen die daarbij opvalt, is dat ze absoluut een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Ik zou ook niet veel leefbaar willen noemen dan alleen veiligheid. Want het gaat veel verder dan alleen veiligheid. Maar kun je de verantwoordelijkheid daarbij neerleggen? Absoluut niet. De verantwoordelijkheid moet altijd bij de gemeente en bij de politie liggen. Perfect, 30 seconden. Jaap. Ja, ik vind het heel apart om het over veiligheid te hebben. Terwijl leefbaarheid is een betere term. Maar ook gewoon samen leven en het samen doen. Ik geloof er heel erg in dat voor de zwaarste gevallen, de zwaarste problematiek, voor de politie inzet, je altijd op een efficiënte gemeente moet kunnen rekenen. Maar dat die gemeente er ook moet zijn voor mensen die goede plannen hebben en eigen initiatieven hebben. En dat is iets wat we nog te weinig doen, maar echt meer moeten gaan doen. Erik, hoe ga je die ruimte, die werd gevraagd, hoe ga je dat in Almere doen? Volgens mij geven we die ruimte heel erg. Wat mij betreft het belangrijkste volgens mij is dat er meer budget bij moet. Zodat we ze gewoon beter kunnen faciliteren. Maar de ruimte hebben ze. Er wordt heel goed samengewerkt met de politie, met de gemeente, met ambtenaren. Dus de basis is er, denk ik. Het is nu alleen voor mij, volgens mij moeten we nu gewoon de volgende stap maken. Hoe luister je daarnaar, Jaap? Ja, de basis is er. Ja, er moet geld bij. We hebben natuurlijk het onderwerp hiervoor is over de jeugdzorg gegaan. En je ziet dat er toch een neiging is op het moment dat de miljoenen de deur uit vliegen bij de jeugdzorg. Om dan te kijken bij dat andere domein zorg, bij de WMO, bij de buurtondersteuning. Om daar dat geld van vervolgens te gaan zoeken. En dat is voor ons echt een no-go. Dat een tekort wat veroorzaakt wordt door een systeem dat faalt, vervolgens afgewenteld wordt op de beste van de stad. Dus dan moet de gemeente echt wel meer het voortouw in gaan nemen? Zeker. En als die keuze betekent. En hoe ga je dat doen? Ten eerste door het budget ook te laten groeien. En dat is een van de dingen waar we het hardste we zitten in de coalitie in Almere, voor degenen die dat niet weten, ook binnen die coalitie voor geknokt hebben, is om niet een overschot, een tekort op de jeugdzorg te laten leiden tot een oplossing bij de andere sociale domeinen. Daar staan we voor. Erik? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat daar wel bij over gezegd moet worden, denk ik, want dat is wel een belangrijk punt, is. Kijk, Almere is een goede stad. En op heel veel gebieden, ook op veiligheid, wordt capaciteit toegekend op basis van getallen van een aantal jaren terug. Almere loopt op het gebied van veiligheid bijna altijd minimaal 10.000 inwoners achter op de capaciteit die we krijgen. En dat is gewoon een enorm probleem. En dat gaat ten koste van andere gebieden. En daardoor lopen al die dingen. Eigenlijk willen we overal meer in doen. Ja. En ergens kan het. Zeg je nou dat we wat politieagenten van Amsterdam zouden moeten overnemen? Zeker. Nou, weet ik niet of ze uit Amsterdam moeten komen, vind ik vrouw, hè. Maar kijk, feit is dat Almere gewoon ten opzichte van die andere grote steden enorm achterloopt. Terwijl we nu we zo groeien. En Almere gaat richting de 230.000 inwoners. We zijn gewoon een grote stad geworden. Ja, en we hebben ook andere dingen bij kijken. Dus ook een toename van bijvoorbeeld georganiseerde misdaad. De drill rap scene is in Almere erg groot. Absoluut. Ik vraag me af, kijk, meer ogen en oren op straat. Daar kunnen, zoals we net hebben gehoord, heel veel goede dingen uitkomen. Maar is er niet ook gewoon meer politiecapaciteit nodig voor die georganiseerde zware misdaad? En is dan de buurtbewoners wel goed genoeg? Moet niet het gemeente. Nee, dat bedoel ik ook te zeggen. Dus leveren ze een bijdrage, absoluut. En kunnen ze dingen constateren in een buurt. Je noemde bijvoorbeeld armoede. Een van de dingen die je heel goed ziet, is op het moment dat een huis vermoedert of een huis begint te vermoederen. Dan zijn die buurtpreventieteams de eerste die dat opmerken. En die dat kunnen doorspelen aan de gemeente en de instanties, waarna dat opgepakt kan worden. Dus dat is enorm belangrijk. Ik ga even weer terug naar Jaap. Hoe kunnen de wethouders bijvoorbeeld ook meer samenwerken? Dat was ook iets wat op tafel lag. Nou ja, door die budgetten aan elkaar door te schuiven als het nodig is. Die schotten tussen die budgetten weghalen. De budgetten weg te halen. En veel van die armoedeproblematiek is niet alleen een kwestie van een uitkering of werk, maar ook gewoon van een betaalbare woning kunnen vinden. Dus je moet zorgen dat je in een tijd die zo ontzettend moeilijk als nu is, dat je blijft investeren. En doen die partijen dat nu goed genoeg? Wat mij betreft nooit goed genoeg. En nu gaan we richting een oplossing. Hoe brengen we die menselijke maat terug? We gaan ook een beetje afsluiten, dus in 20 seconden. Door de capaciteit mee te laten groeien met de stad. En in het geval van Almere, we verkopen heel veel grond voor die nieuwe woningen om dat geld in te zetten voor de wijken.
Erik, de kiezer kijkt. Waarom moet wel op jou stemmen en niet op Jaap? Ja, ik denk dat wij aangetoond hebben de afgelopen 6 jaar... dat we de wijken ingaan. Als je iets wil veranderen en wil constateren wat de problemen zijn, dan moet je in de wijken gaan en dan moet je met de mensen praten die in de wijk zitten. Dat is wat we doen en dat is waar wij ons onderscheiden in Almere, denk ik, op alle andere politieke partijen. Ik geef je nog 10 seconden, Jaap. Omdat GroenLinks de afgelopen jaren heel veel geld heeft helpen uittrekken voor het ondersteunen van dit soort fantastische initiatieven. Perfect. Dank jullie wel. En dan is het geloof ik aan het jongerenpanel om de dag af te sluiten. Ja. Jullie kunnen natuurlijk niets aan doen dat jullie geen moeders zijn. Dus, Hartlang, heb je nog een vraag voor deze heer? Yes, ik had een vraag voor Erik. Ik hoorde aan het begin heel erg dat dan de focus zeg maar, op, laten we zeggen, de meer traditionele instanties werd gelegd. Dus dan is het uiteindelijk politie en gemeentelijk orgaan die dat dan oppakken. En zeg maar, dit soort buurtinitiatieven werden een klein beetje miskend. Net een paar uur geleden hadden we het over de vertrouwensrelatie tussen mensen en de overheid. Ik denk zelf dat dit soort initiatieven, zoals zij geldt, hoor, die ken je. Dat zijn mensen die direct aan aanspreken. Ik denk juist dat dat heel veel bij kan dragen aan hoe mensen zich opstellen tegenover de gemeente. En hoe ze zich uit over die problemen. Ben ik 100% met je eens. En volgens mij, dat heb ik ook geprobeerd te zeggen, is dat ze inderdaad een enorme bijdrage leveren. Maar als het gaat over de verantwoordelijkheid, wie heeft de eindverantwoording en wie is uiteindelijk degene aan wie ook publiek verantwoording afgelegd moet worden, dat is gewoon de gemeente en de burgemeester aan het einde van de dag. Wie zijn degene die dat aan moeten sturen en die ervoor moeten zorgen dat die buurtpreventieteams die we hebben in Almere, dat die in de positie komen, dat ze die dingen kunnen doen? Ja, ik vond het er net een beetje te makkelijk gezegd dat het geld, dat de budgetten naar elkaar doorgeschoven moet worden. Want gemeenten zijn toch vaak een beetje verkokerd verdeeld. Ze werken niet integraal samen. En het geld moet niet van de zorg komen, hoorde ik geloof ik ook zeggen. Dus waar moet het dan vandaan komen? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, in Almere, waar wij ons geld altijd vandaan halen, dat is eigenlijk niet goed. Hè? Maar wij in Almere hebben veel grond en die verkopen we om huizen te bouwen. En daarvan betalen we heel veel van dit soort dingen. Maar dat is allemaal incidenteel geld. Dat is niet struct. Dat kunnen we niet blijvend tot in de lengte van dagen doen. En dat is een enorm probleem waar we mee zitten. Oplossing is dat het Rijk ons gewoon meer geld moet geven. En niet geld op basis van ons inwoneraantal van 5 jaar terug. Want Almere groeit met 2.500 tot 3.000 inwoners per jaar. En dat was misschien wel de conclusie dan van de verkiezingsestafette. Ja. Nou, jij, laat ik nooit aan jou, Kees. Want, heren, hartelijk dank. Wat ik dus net al zei, toen ik even vergeten was dat we dit belangwekkend debat nog zouden hebben, was dat degene die mij dus al de hele dag vergezellen en een groot deel van de zaal ook, is het jongerenpanel. Ik vond het al leuk dat je net al refereerde aan iets van een paar uur terug. Wie wil er nog wat zeggen? Iets, misschien iets concluderends over deze hele dag? Iets wat is opgevallen, iets waar je over nadenkt? Nou, dat was me toch een ervaring 8 uur lang. Dat is denk ik wat het eerste in me opkomt. Maar wel heel leerzaam. Wat heb je geleerd? Nou, een hoop. Ik kwam naar binnen met niet zo heel veel kennis over politiek. Ik dacht, ik laat het allemaal op me afkomen. En ook dat alles zeg maar goed ingedeeld is in bepaalde onderwerpen. Dat er wordt gedebatteerd. En ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. Ook heel interessant. Want niet iedereen heeft dezelfde denkwijze. En door het luisteren naar verschillende perspectieven verandert jouw eigen denkbeeld ook wel. En verandert ook jou, heb je ook al misschien meer een idee, zonder dat je dat hier hoeft te zeggen, van waar je misschien op gaat stemmen? Nou, ik heb een aantal partijen in mijn hoofd. Dus ik ga thuis even. Zijn er ook een paar partijen echt afgevallen na vandaag? Nou, niet per se partijen, maar mensen hun ideeën wel. Mensen, ja. Er zijn mensen afgevallen. Ja. Iemand anders nog iets? Wat mij heel erg is opgevallen is hoeveel invloed de landelijke politiek eigenlijk wel niet heeft gehad op hoe de gemeenteraadsverkiezingen functioneren. Net hadden we het al over dat het een beetje, sommige mensen die projecteren wat ze denken over de landelijke politiek op de gemeente. En dat was, en dan op een gegeven moment kwam de zorg aan bod, decentralisatie. Eigenlijk best wel veel beleid van het Rijk heeft heel veel impact op lokaal beleid. En ja. Goede impact? Helaas heb ik daar mijn twijfels over. Ja. Jullie nog, of zeg je van het is goed zo? Ik kan daar best nog iets over zeggen. Ik denk wat wel veel terugkwam was de menselijke maat.
Ja. En, dat de menselijke maat eigenlijk een beetje uit zicht is verdwenen. Precies, die ontbreekt vaak. Juist ook wanneer het om overheden en bureaucratie gaat. En ik denk dat dit soort initiatieven, die menselijke maat, die we net weer terug kunnen brengen. Moet je eigenlijk meer vertrouwen geven aan de mensen zelf. Ja, en misschien een terugkeer of een herwaardering van het maatschappelijk middenveld. Ja. Nou, kan jij niet achterblijven. Maar... Ja. Herwaardering van het maatschappelijk middenveld krijgt dan na ruim 8 uur opeens een gigantisch applaus. Ja. 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 Ik moet zeggen, het enige wat ik kan denken is, aan de ene kant krijg je zeg maar een blik in de toekomst van wat voor mooie initiatieven meer aandacht kunnen krijgen, zoals buurtmoeders. En aan de andere kant heb je echt een dag gehad waarbij je ook best wel pessimistisch wordt over hoe het allemaal eraan toe gaat en hoe het zeker voor ons over 20, 30 jaar eruit gaat zien. Dus ik zit daar heel erg mee in mijn hoofd te stoeien nu. Dat eigenlijk. De toekomst is aan de jongeren en aan de moeders. Ik heb jullie al bedankt, maar ik wou heel erg graag het jongerenpanel bedanken, omdat die hier dus de hele dag hebben gezeten. Amisha, applaus. Amina. Mohammed. En Bas. Dames en heren, hartelijk dank. Het was een heerlijke ervaring. Dank u wel.